Sint-Niklaas en Cinescoop hebben voor de komende maanden weer een bijzonder filmaanbod in petto in de Cineclub. Cineclub is een samenwerking rond de alternatieve cinefiele film, de minder bekende film, ook zeg maar, tussen Cultuurcentrum Sint-Niklaas en Cinescoop. En om de twee maanden selecteren we zo'n achttal recente, kwaliteitsvolle films met aandacht voor herkomst, regisseur, genre, nominaties. En we presenteren die in een duidelijke, mooie folder toch wel. Ik heb hier bijvoorbeeld de programmatie voor januari en februari in deze folder. Met daarin weer een pak topfilms als Nymphomaniac, The Selfish Giant, die bijvoorbeeld hoge ogen gegooid op het filmfestival in Gent. Inside Llewyn Davis, de nieuwste van de Coen Brothers, The Lunchbox, een Indische film. Elke film speelt drie keer. Op donderdag voor de mensen die in de namiddag tijd hebben om 14:30, zondagochtend om 11:00 en dinsdagavond om 20:00. Nu, in tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, Cineclub, is de Cineclub niet echt een club waarvan u lid moet worden. U hoeft ook niet te reserveren, kom gewoon naar Cinescoop op het tijdstip van de film. Maar voor films die veel persaandacht hebben gekregen, komt u toch maar best op tijd. Want gaandeweg zijn steeds meer en meer mensen een weg beginnen vinden naar dit toch wel zeer interessante filmaanbod. Meer info over deze films vind je op onze website www.ccsintniklaas.be en op www.cinescoop.be.